Mag ik u hartelijk welkom heten in dit, spijtig genoeg, wat verwaterd landschap, maar toch een, ik geef toe, een uniek kader. Ik zal maar zeggen, vooral eigentijds. Niet vergeten dat we zeer kort bij kerstmis zijn en dat dan een schuur of een stal dan toch wel erg eigentijds kan genoemd worden. Met een zekere fierheid mogen we zelfs beweren dat we onder de Belgische provincies de koploper zijn wat aantal en diversiteit van provinciale domeinen betreft. Dat is dan ook een van de fundamentele redenen, naast uiteraard ook de zuiver wetenschappelijke en milieukundige, om van het groen patrimonium dat ons nog rest zoveel mogelijk gemeenschapsbezit te maken. Is dit het geval voor gemeente en OCMW, dan is het zeker ook voor de provincie als intermediair orgaan. De overname van de averechten van het OCMW van Heist op den Berg past in deze beleidsafbakening. Ik wens het om goede relatie met gebruikers en buren, dit wil zeggen zowel de gemeente als het OCMW, zowel de concessionarissen als de milieuverenigingen. Dit alles ten bate van dit waardevol, provinciaal nu, groen patrimonium en natuurlijk onze bevolking. Dank u wel. De naam averechten, daar zit het woord ever in en hechte haag. En het is eigenlijk de varkensbossen waar de everzwijnen dus wel degelijk op hun plaats hier schijnt. Het provinciebestuur van Antwerpen laat Heist op den Berg niet los. Wat hierin zo bijzonder verheugend is, voor de meer dan 60.000 bezoekers per jaar, eindelijk uit de verkeerselende. Meneer de gouverneur, wij danken u en uw bestuur oprecht voor dit initiatief. Dat elk jaar opnieuw zullen mogen zijn in de lange rij van successtories van het provinciebestuur op haar parken en domeinen en op de milieu- en de recreatieprojecten in het algemeen van de provincie. Wij zijn hiervan overtuigd en wensen het provinciaal domein averechten een goede verdere vaart. Ik dank u. Ja, daar krijg je koude voeten van, hè? Ja.